Hallo, Jorn hier. We zitten hier in een nieuwe woning waar dat er een geothermische warmtepomp staat, maar de geothermische warmtepomp is nu nog niet geplaatst, dus vooraleer dat het gevloerd wordt, is het wel van belang dat de vloerverwarming al eens gelopen heeft, zodanig dat de chappe heeft kunnen uitzetten. Dus gaan we nu gebruik maken van een elektrische ketel, maar vooraleer dat we die elektrische ketel kunnen, moet de vloerverwarming volledig gevuld zijn met water. Dus hoe doe je dat nu, het vullen met water? Dit is de elektrische cv-ketel. Hier heb ik water opgestoken, gewoon met een tuinslang. Dit is dan verbonden, die twee zwarte leidingen aan hier. Deze zijn dus hier aangesloten, die paar en retour. Dus die twee leidingen gaan naar de collector boven. Dus dat is nu overlopen aangesloten om te water te kunnen opsteken. En de onderste twee leidingen, dat is dan van de collector hier op het gelijkvloers. Dus deze komen hier toe. Als er dus overal water op zit, kunnen we dan de elektrische cv-ketel gaan opstarten. Dus ik heb nu al de eerste twee kringen, de eerste drie kringen zit er al water op. Dus het water komt hier toe, dat is het depart en dat is de retour. In feite, wat wij hebben nu niet, die collector geplaatst, dat is van een firma die enkel maar geothermie doet, is het eigenlijk logischer dat je de depart bovenaan zet en de retour langs onder. Dus die paar gaat hier door de drukmeters, komt hier terug en hier via die tuinslang ontluchten we. Dus hier zit er een kraantje dat we dan opendraaien en zo gaan we eigenlijk kring per kring gaan ontluchten. Dus nu staan ze allemaal dicht, de eerste drie heb ik al gedaan. Het is telkens hetzelfde, we draaien die open. Voilà, je hoort hem lopen. Dan de retour draaien we ook open. Voilà. En dan moet de luchter natuurlijk uit kunnen. Allee, er staan wel al automatisch ontluchters op. Maar hier draaien we dan het kraantje volledig open. Voilà. Je ziet ook aan de tuinslang de druk slaan, omdat er nog veel lucht in zit. En dan is het belangrijk dat je dat een hele tijd, dat je dat wel lang genoeg laat lopen, het water, zodanig dat het systeem de tijd heeft om al het lucht eruit te laten. Hier kunnen we ook aan de manometer controleren of er genoeg druk op zit, want het is wel belangrijk dat er voldoende druk op zit. Wat je ook eventueel kan doen, als het niet onmiddellijk goed gaat om al het lucht eruit te krijgen doordat de druk te laag is, kan je hem ook hier het kraantje nog eens dichtdraaien, zodanig dat het systeem op druk komt, dat het tijd heeft om op druk te komen en dan draai je het terug open en dan ga je eigenlijk een drukslag gaan geven zodanig dat het water er makkelijk gaat doorstromen. Dus nu is de druk lichtjes aan het stijgen. Dan zou je kunnen zeggen, ik ga hem terug omdraaien. En dan geef je een drukslag. Dus hier zie je het water naar buiten lopen. Natuurlijk, die ene kring is al langer, dus heeft meer tijd nodig om te ontluchten op de andere kring. Maar dat is wel een karwei die wat tijd vraagt. Aan de debietmeter kan je het ook wel zien. Als er nog veel lucht in zit, zou je dat hier het water hier in die debietmeter zou je mooi zien op en neer gaan. Maar dat blijft nu mooi stilstaan. Dus deze zal al mooi ontlucht zijn. Dus dan draaien we eerst die kraan dicht. Dan heeft die kring nog tijd
om op wat druk te komen. En dan draaien we die dicht. Voilà. Voilà, die is klaar. En zo gaan we telkens naar de volgende kring en doen we eigenlijk al de kringen. En dan de collector boven op de juist dezelfde manier. Dus voilà, zo kan je een collector van de vloerverwarming ontluchten. Bedankt voor het kijken, duimpje omhoog, abonneren. Tot de volgende. Ciao, ciao.